Yo mensen, Groen van DNPNL met een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een nieuwe video. En nu, ik heb een team gemaakt mensen. Dit wordt mijn team waarmee ik mijn eerste Weekend League ga spelen. En waarmee ik gewoon alles ga winnen in de Weekend League. Ik ben onverslaan met het team, oprecht. Ongekend. Dit is wel mijn onverslaanbare team van dit jaar. En laten we maar gewoon meteen beginnen. Op goal, Handanovic, 30.000 munten. Is hij trouwens heel erg gedaald? 38k. Let's go, lekker. Op rechtsback hebben we Cancelo. Cancelo, echt een uitstekende rechtsback. Helemaal niks mis mee. Was dat tering duurt 20k. Die is waarschijnlijk wel gedaald. Oh, hij is extinct. What the fuck? Oké, nice. Ja, hij is dus extinct. Ik had hem voor iets meer dan 20k gekocht. Hij is nu extinct. Oh, nice. Daarnaast hebben we Koulibaly. 37k heb ik hem gekocht. Echt ongelooflijk beest. Ik heb er anchor op en daar ook even zijn stats. Echt, ja, echt fuck ziek. Echt, moet je verdedigen zien, jongen. Echt, what the fuck. Niet normaal. Kocht voor 38k, 37k. Hij is nu, denk ik, 40, 45 of zo. Ik heb winst gemaakt op mijn hele team. Lekker, ik ben blij mee. Daarnaast heb ik Chiellini! Ja, 31 defending, meer hoef ik niet te zeggen. Schaduwkaart erop voor die 15 versnelling en de 10 sprintsnelheid erbij. Fucking beast. En dan verdedigen, ja, dat was echt al tering hoog. Hij heeft gewoon 99 dekken nu en 98 onderscheppingen. Echt, what the fuck, niet normaal. Kocht voor 48,5k, hij is nu meer dan 50, dus dat is ook lekker. Dan op linksback, deze heeft wel een beetje pijn gedaan. Oh, 82k voor Alexandro. Hij is wel echt fucking goed. Ik vind hem oprecht heel goed. Ik vind 82k wel echt veel geld. Ik kan me niet voorstellen dat hij echt omhoog is gegaan, maar het is toch wel het geval. Ik denk dat hij iets van 85k is of zo. Dus ik heb er niet echt winst op gemaakt, maar ook zeker geen verlies nog. Dat is nice. Mijn eerste middenveld is Nainggolan. Nainggolan, 127k, maar wel een heerlijk spelertje. Heel erg fel. Ja, ik vind het echt blij met Nainggolan. Hij is, hier zie ik al 170k geboden, dus al 140k zijn of zo. Helemaal niks mis mee. Echt een hele goede speler, maar echt tering duur. Is hij 170k waard? Dat waarschijnlijk niet. 170k kan je echt topspeler van kopen. Maar ik hou hem er wel in, want ik vind hem wel lekker spelen. Het andere middenveld hebben we Matuidi. Ik ben gewoon fan van Matuidi elk jaar. Ik vind hem letterlijk elk jaar goed. Hij heeft ook gewoon elk jaar dezelfde stats voor mijn gevoel, maar echt big fan van Matuidi. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker. Kan niet beneden. Doe ook een duimpje omhoog op deze video. Als jij mij de Weekend League wil zien spelen met het geweldige team en 30 wins wil zien halen. Want ja, ik zei het met 30 points in de Weekend League. Ja, weet je het al? Dan op nummer 10 hebben wij Gomez. Gekocht voor 11k. Heel klein. Wel behendig. 4 goals, 6 assists, 9 wedstrijden. Helemaal niks mis mee. Elke wedstrijd is dus wel betrokken bij een doelpunt. Ja, dat is wel lekker. Dat is wel lekker, ja. Op linksmid hebben we dan echt Perisic. Love deze gast. 9 wedstrijden, 8 keer gescoord. 4 assists. Deze gast echt tering goed. Niet normaal. Echt holy shit is deze gast goed. Niet normaal. Echt tering lekker. 5-star recruit, 4-star skill moves. Deze man, als je er geld ervoor hebt, koop hem. Ik weet niet wat het is, maar hij is gewoon echt, ja, echt gewoon fucking legend. Hij speelt gewoon echt tering lekker. Dus ik zou hem gewoon kopen als ik jullie was. In de spits hebben we Dries Mertens. Hij is echt hartstikke klein. Je kan echt niet met hem koppen. Uiteraard. Maar ik vind hem wel echt goed. Ik vind hem echt oprecht fucking goed. Ik heb een havenkaartje, dat zat er al op. Maar eigenlijk kan je beter een hunterkaartje gooien. De fysiek valt toch niet te redden. Het is niet dat 42 of 47 kracht iets van verschil maakt. Maar die dribbeling van hem is gewoon echt heerlijk. Ik geniet daar echt van. En dan op rechts. Rechts buiten. Trouwens, Mertens, hoe duur was Mertens? 68.000. Tering. Hoe duur zal hij nu zijn? Ik hoop meer, want hij is wel goed. Ja, hij is al 73k geboden. Lekker. En op rechtsbuiten hebben we Cuadrado. 5-star skills, 15k. Ik vind hem oprecht goed. 9 wedstrijden, 7 goals, 3 assists. Gewoon helemaal dikke prima. Helemaal niks mis mee. En is dit dus mijn team? Serie A team waarmee ik de Weekend League inga. Echt mensen, koop geen BPL team. BPL is echt tering duur. Het is echt niet waard gewoon. Ga lekker voor een ander team. Die Bundesliga, Serie A. Stuk goedkoper met betere spelers. Dus echt fucking chill. Ze hebben die PS die is even duur als Rashford. Gast, what the fuck. In ieder geval, we gaan hier een lekker potje in spelen in de Division Rivals. Ik zit op dit moment volgens mij niet. Dat staat niet heel goed voor. Het ging niet heel goed record, hè, zoals je kan zien. Maar ja, daar gaat alleen maar verandering in komen. Ja, zo komen er 30 wins bij. Dan ga je 43 om 10. Dat is op zich wel prima natuurlijk. Doe zeker een duimpje omhoog op deze video als je dit leuk vindt. Als je meer game reviews wil zien. En laten we dan maar een klein potje gaan spelen. Oké, mensen, het is tijd voor een potje. Dus wel afvragen. Koen, je ziet er heel anders uit. Klopt, het is een paar uur later. Ik had namelijk iets van leuk met de vorige opname. We gaan in ieder geval gewoon een potje zoeken. En ik wil graag dat potje winnen, want dan ben ik blij. Dan gaat het om toch, we moeten toch potjes winnen. Nee, maar dit team is echt fucking goed. Ik had dus net opgenomen, maar ik had per ongeluk de audio verkeerd opgenomen. En jongen, een enorme vette back lijkt het wel dat ik heb. Het speelt 4-2-4 deze gast aan. Ze heeft best wel een goed team. What the fuck, Inform Insigne. Hij heeft Neuer. Hij heeft Boateng. Tering. Oké, wel een goede graadmeter. Divisie 4 speel ik in Division Rivals. Ik heb pas 600 punten van 2000. Dus ik moet echt veel gaan spelen om het te kwalificeren voor de Weekend League. Maar dan gaan we uiteraard ook gewoon een lekker doen. En ben je al op zoek naar de goedkaarten, mensen? Ga naar evotgroep.nl. We zijn weer live voor al jouw heerlijke smikkelde goedkaartjes. We hadden al door dat mensen het echt gemist hadden. Want echt kochten echt door de roof in die eerste paar dagen. Ik ben blij dat jullie even blij zijn als wij dat we weer live zijn. En nu hopelijk voor altijd live. En dat zou lekker zijn. Oh, scheidsie. Kan je even fluiten? Oh, Mertens. Lekker. Door Matuidi. Wat een kutbal. Goed balletje op Mertens. Heerlijk, heerlijk balletje. Kijkt hem lekker mee. Ja, dan wordt hij ineens ingehaald of zo. Er staat helemaal nergens op. Oeh. Boom. Oh, Neuer, what the fuck. Nee. Rot op. Keeper, love you. Goed zo. En vangen. Lekker, Gerard. Goed. Oh, ik denk Chippy. Waarom schiet ik hem niet gewoon? Waarom chip ik hem? Er is nog nooit een chip tegen Neuer ingegaan in het echt.
Nee! Oh, goed verdedigd zeg. Gast, trap die vent even neer, man. Nee. Nee, dit meen je niet. Oh, wat een klote doelpunt. Holy shit. Wat een kut goal. Jezus. Mooie redding. Had er wel makkelijker mogen redden van mij. Wat was dit voor redding, man? Met zijn benen. Doe even normaal, man. Gek. Lekker goed. Dit is wel goed, hoor. Nee. Haal hem neer. Haal hem neer. Haal hem neer. God, kloeitering. Maar het is niet erg. Want het is veel leuker om terug te komen van de achterstand. Dat is echt veel leuker dan met de voorsprong beginnen. Boom. Oh, jezus. Hij pakt hem gewoon twee keer, man, die keeper. What the fuck. Nu op Mertens. Lekker. Yes, 2-1. Let's go. Goed, Mertens. Lekker, lekker, lekker. Goed. Yes, kom maar. De comeback is on. Lekker. Hoppa. Mertens is echt goed, mensen. Echt goed. Nu diep, nu diep. Ja, Corrado. Gaan. Gaan, jongen. Gaan. Yes, lekker. 2-2. Heerlijk. Lekker, Corrado. Klein belletje. Klein belletje plegen. 2-2. Yes. Ik zei het, jongens. 2-0. Nog leuk om te comebacken. En het is ook niet raar dat je comeback, want ja, dit is het beste team uit het spel. Heerlijk. Goed, deze bal. Goed, deze bal. Mertens, maak het af, jongen. Ja, 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 ja. 88e minuut. Driesje Mertens. Lekker zeg. Ik zweer het, jongen. Beste team in FIFA. Oh, kut. Zo, ja, dat was een goal. Ja. Ja, klote zooi. Oh, 92e minuut. Nou ja, ik ga niet verliezen. Maar dit had ik toch wel moeten winnen. Ja, ik was echt zo slecht verdedigd dit. Wat deed ik? What the fuck? Gelijk gespeeld. Oké, nog een potje. Ik moet even laten zien dat ik niet kan verliezen met het team. Zo moet ik wel even twee potjes doen. Ja, zo zit het. Maar ja, dat moet ik gewoon. Oké, mensen, net 3-3 gespeeld natuurlijk. Maar dat maakt geen reden uit. Ik heb gezegd onverslaan, maar dat betekent dat ik niet verlies. Ik ga jullie nog een keer laten zien. Ik ga dit potje nou gewoon winnen. Ook nu gaan spelen. Dit team, jongen, ik zweer je. Love it. Oké, mensen, dit zijn team. Ja, gewoon wel een goed team. Hij heeft De Gea en Marcelo is wel nice. Ik zou persoonlijk wat meer in je aanval in plaats van De Gea en Marcelo te kopen. Marcelo is volgens mij echt fucking duur en De Gea waarschijnlijk. Oh, zou ik beter niet Lacazette kopen, maar Aguero of zo. Maar op zich is het ook alweer een goede test. Ik speel nu tegen Neuer en tegen De Gea achter elkaar. Ik snap het niet. Heeft hij dus echt... zijn verdediging is echt tering duur. Nou, misschien is de aanval wel heel goed, hè. Je weet het niet. Nu diep, nu diep. Ja, daar gaat hij. Mertens, kom aan. Kom op. Tweede paal. Boom. 1-0. Mertens. Echt De Gea of niet, jongen. Maakt mij geen ene ster uit om eerlijk te zijn. Klein belletje. Klein belletje doen. Een heerlijke celebration deze. Ik weet niet, maar ik vind hem gewoon lek. Oeh, is gevaarlijk. Geen hakkies. Geen hakjes onder werktijd. Godsamme. Nee, nee. Ja, mooi doelpunt. Kut. Ah, echt wel een mooi doelpunt hoor. Jammer dit. De Mertens echt heel lekker spelen in de spits. Het enige jammer is dat hij niet kan koppen. Ja, je geeft toch een hoog balletje. Dan hoop je toch dat hij erin kopt. Ja, en dat doet hij dan toch ook. Dat is toch op zich wel fijn. Dat hij meteen het ongelijk bewijst. Ja, dat is dan wel weer lekker. En klein belletje. Driesje Mertens. Scoort gewoon een kopgoal. Uitstekend. Echt top. Topspel. Oh, zo. Word helemaal gek. Van wie wint hij? Van Bailly. Kijk, dat is gewoon logisch. En verschalk daarmee gewoon, hoe heet die, De Gea. Kijk, top. Echt top. Hé? Waarvoor overdreven? What the fuck, man? Dit is niet lekker. Dit is niet lekker. Nee, dit is helemaal niet lekker. Nee, ik zag gewoon al dat dit niet lekker was. En waarom gaat dit zo snel weg? What the fuck? Binnen een seconde kan ik alweer aftrappen. Waar gaat het over? Zo, goede bal dit. Perisic. Cuadrado. Boom. Goal. Goal, goal, goal. Goeie goal. Heerlijk. Oh. Goeie celebration. Helaas niet deze. Goeie actie zeg. Uitstekende bal van Chiellini eerst. Heerlijk. Dit team speelt echt lekker. Ik vind het gewoon echt leuk deze FIFA. What the fuck? Ik vind het gewoon leuk. Oh mijn god. Dit meen je toch niet. Ja. Een onmogelijke omhaal. Oh. Hij speelt gewoon 18 rond. Hij speelt gewoon 18 rond. God gloeiende pest, Steven. Oké, mensen. Nou, weer niet verloren. Maar in ieder geval, ja, het had toch beter gekund. Ik hoop wel dat jullie deze video leuk vonden. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken. Wil je meer van zien? Klik dan hier of hier. Wil je me abonneren? Klik dan hier. Zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.